helemaal loslaten, hè? Als je... dan is er nog steeds die roep om bijvoorbeeld hier naartoe te komen. Of hè, dat betekent niet dat ik nu... ik kan dat niet loslaten. Of niet. Dat is dus los van die doenerschap. Zo, gewoon, er gebeurt gewoon... Er gebeurt wat er gebeurt. Ja, maar nu bijvoorbeeld, ik ben hier, ik kijk al die dingen van wanneer is het gepland. En je plant het heel fijn ver vooruit, dus ik zorg dat ik dat blokkeer, zodat ik dat... En dat is een soort, ook een soort... ja, ik weet niet, daar zit dan toch nog de focus op, omdat ik wilde iets mee nog, hè? Ik wilde iets mee. En dat is dus nog steeds niet... Ja, dat, hè? Ja. Dus dan ben ik toch nog iets aan het zoeken. Ja. Nou, aan het zoeken. Ja. En we zoeken totdat de zoekenergie op is of we gevonden hebben wat we zochten. Ja, en toen hadden er ook momenten dat ik me besefte, heel erg besefte, dat het echt ridicuul is om iets te willen zoeken, want het vindt plaats in dat wat je aan het zoeken bent. Maar pas als dat dus volledig voet aan de grond heeft gekregen, dan is het klaar. Deze had nooit de neiging toen de niet-gebeurtenis plaatsvond, had hij geen enkele neiging om naar satsang te gaan. Ik ben één keer meegegaan met mensen naar Alexander en één keer nog ergens anders. Maar ja, meer omdat anderen daarheen gingen. En ja, dan zat ik daar zo van, ja, daar zit iemand te zeggen wat ik al weet. What's the point? En ja, leuke show, maar... Maar goed, dan was het kwartje al gevallen. Yes. Dus ja, wat moet je daar dan? Ja, maar er zijn anderen die ik ook ken... waar awakening plaatsvond en die vonden het nog steeds leuk om af en toe op te duiken of bij mij op mijn bankje te gaan zitten. En eentje die zei dan van ja, kom hier voor een AP-kaartje, die kwam één keer per jaar. En niet dat die problemen had, maar die vond het leuk om een keer uit te wisselen en dingen te kunnen zeggen tegen iemand die niet de hele tijd zit van wat zeg je me nou. Ja. Weet je wel, dus ja, die vond dat prettig en zo ken ik er nog een paar, weet je wel. Maar ik had die neiging niet. Dus ik wil daar ook mee zeggen van, als de draai komt, ja, bij de een leidt dat tot dit en bij de ander tot dat. Daar is het leuke er ook van. Hè? Het is geen eenheidsworst of zoiets. Ja, daarbij zou begrijp ik nu dat je, als je de zoekbeweging uitdooft, dat dan een soort van verschuiving zou inhouden. Dat was voor mij nog niet zozeer. Nee, precies. Dus daarom maak ik het onderscheid tussen ontwaken als werkwoord, waarbij dus... het proces nog bezig is en ontwaakt zijn, ja. Dan is het stabiel, het is gewoon klaar. Ja. Er wordt gewoon niet meer gezocht. Dus heel veel dingen, ik had pas zo'n ding op mijn site gezet van, dankzij Hans Berkenbos, vanwege een stuk van Adi Ashanti, en ik had iets soortgelijks net geschreven toevalligerwijs, van hoe leeft ontwaken, en het komt er eigenlijk op neer dat er dan allerlei dingen niet zijn. Dus iedereen is op zoek naar bevestiging, jij niet. Weet je wel, iedereen is op zoek naar vervulling, jij niet. Iedereen is op zoek naar geluk, jij niet. Gewoon because you don't give a shit. Weet je wel, niet omdat dat er allemaal zou zijn of iets dergelijks, maar het zoeken daarnaar is gewoon weg. En dat geeft een zeker aanvankelijk wat bevreemdend perspectief op vrijwel iedereen die allemaal aan het struggelen en aan het zoeken is. En niet als verwijt, maar je ziet gewoon dat dat element bij jou weg is. En Alexander die zei ook wel eens, ja, bij mij is iets kapot. Iets wat jullie wel hebben, weet je wel. En dat deed me denken aan wat ik in die beginperiode al wel eens riep. Van, jullie hebben iets wat ik niet meer heb. Verder zijn we precies hetzelfde. Alleen die zoekbeweging is er gewoon niet. Ik zoek af en toe de juiste zender omdat ik iets wil zien. Maar veel verder gaat het niet. Meestal weet ik ook waar mijn sleutels liggen. Hoewel, soms vergeet ik wel eens iets. Maar dat is de oude dag. Maar ik zie dus iedereen, basically, ja, zoeken naar van alles en nog wat. Of dus ergens naartoe willen of ergens... Ja, dus ook, er was ook zo'n zinnetje van, iedereen is onderweg naar iets. Nou, ik niet. Ja, dat geeft je meteen een radicaal ander perspectief op zo'n beetje alles.
En nogmaals, niet dat ik het veroordeel, ik snap waarom mensen zoeken. Ik heb keihard gezocht, weet je, om van dingen af te komen en om daar dingen toe te komen. Als er lijden is, wil je er vanaf. Ja, that's pretty straightforward. Maar er is geen lijden. En wat niet wil zeggen dat alles leuk is. Ik vind niet alles leuk. Maar het is nooit lijden. En dus ook van wat je eerder zei, van, of iemand zei, van hoe weet je dan dat dat er is? Nou, daardoor. Als je gewoon constateert in je eigen systeem van de zoekbewegingen zijn gewoon weg. Dat is het criterium. En dan is er in het begin zo'n beetje van, oh, normaal ging ik nu iets zitten, nou ja, prutsen of doen om een ander gevoel te krijgen of een andere uitkomst te krijgen of weet ik veel wat, weet je wel. En er is nou meer zo van, oh, dit gebeurt zo. Ja, dat kan ook. Nou, en je zoekt dus door totdat dat permanent is of stabiel. En dat is het spel. Er is niks aan te doen. Ik ben heel erg aan het schrijven, dat is ook wel grappig. En dat schrijven heeft te maken om te blijven bij daar waar ik ben, luisterende naar van alles en nog wat. Dus mm-hmm. Ik heb de neiging om dat als iemand wat zegt helemaal mee te zeilen. En, terwijl dat rustig schrijven, dat houdt mij ook op mijn plek. Ja, absoluut. Ik heb dat ook als ik dus dingen lees. Ja. Dan kan ik me heel lang makkelijk laten meevoeren door de filosofie of de gedachtegang die daar staat. En vervolgens schrijf ik er dingen op. Niet per se in eerste instantie voor anderen. Maar om dan de reflectie te hebben, dus terug hier. Dus ik vind het prettig om helemaal mee te drijven en proberen die inherente logica te volgen van wat er gezegd wordt. En dan de reflectie erop. Ja, en dan komt er nog wat. Ja, yes, zeker. Nou, dan wat je verhouding daartoe is, weet je wel. En in hoeverre jou dat dan misschien verrijkt of corrigeert of tegen de borst stuit of whatever. En dan krijg je de reflectie erop. Dan pas beginnen we na te denken eigenlijk. Ja. Dat vind ik het interessante daaraan. Ja, cool. Thanks. In mijn eigen woorden zou herkenning erover gaan jezelf gereflecteerd te zien in alles wat is. Alleen je kunt dat natuurlijk niet bouwen, hè? Als je alles gaat optellen, dan... nee, het is geen mentale constructie. Nee. Dus dat is dan toch het wonder? Ja. Dus die herkenning is spontaan. En die heeft dus meer, en je had het gisteren over, laten we zeggen, het gevoelsgebied. Die herkenning is dus veel meer gevoelsmatig en intuïtief dan intellectueel. En die kan dus op twee manieren eigenlijk. Van, ik herken ineens alles wat we dan wereld noemen, als mijzelf. Of die herkenning is van binnenuit. Ik herken mijzelf als in eerste instantie het er zijn, of I am, of hoe je dat wil noemen. En dan heeft dat dus niks met die wereld te maken. Nee, er zit iets in jezelf gereflecteerd zien als alles wat is, hè? Yes. Dan zit je erachter. Right. Ja. Dat is iets directer nog dan de twee stappen. Ja, wat is directer? Maar die niet zo gratta. Nee, het is gewoon een mogelijkheid. Er zijn gewoon verschillende opties en dat is prettig. En bij de een, en dat hangt denk ik gewoon van de aard van het beestje af, dan vindt die herkenning plaats door naar buiten te kijken. En ineens van, dit alles ben ik ook. En bij de ander is dat veel meer een intern ding. En het is een verzinken, als het ware, in dat zijn. En dan wordt dat zijn als mijzelf herkend. Ja, het luistert ook, denk ik, nou
vanuit waar je naar buiten kijkt dan, hè? In de verlengde daarvan, een heel klein stukje Ramana. Het is de Upanishad, vertaald door Philippe Renard. Mm-hmm. Ik dacht dat ik het paraat had. Onophoudelijke meditatie op het zelf is de hoogste toewijding aan God, want Hij vertoeft als ons alles zelf in ons hart. Je ziet dus in dat als onszelf. Zoals die herkenning aan de binnenkant. Ik ben dat. Of dat ben ik. Het heeft dus niks met die wereld te maken. Integendeel, het is alle energie, als het ware, alle aandacht terughalen naar de kern van de kern. Hij noemt dat dan het hart. Ja. En dat is ook de plek vanaf waar jij zegt dat je spreekt, dat gat, dat is dat. Ja. Yes. En ik zou dat niet per se in het hart, maar het is hier zo in het midden ongeveer, let's say. Weet je wel, dat heb je ook als je dus gaat richten op I am, zoals Nisargadatta dat voorstelt, dan gaat die aandacht gewoon helemaal naar binnen. Dus alle energie haal je weg juist bij die wereld en bij de persoonlijke belangen. Je gaat puur naar die eerste zijnsbeleving toe. Daar vestig je je. Nou, dan kan die herkenning optreden van eerst zit jij... Wat je denkt te zijn, dat zijn te voelen, of die, dat ik ben te voelen, maar op een gegeven moment valt die dualiteit weg. En dan ben jij die I am geworden. Nou, dat is dan ontwaken. Wat er ook kan gebeuren als je daar gestabiliseerd bent, is dat je ontdekt, en dat is dan wat ik realisatie noem, dat je vooraf gaat aan die hele I am toestand. Dus de prior to consciousness, of beyond the self, met een hoofdletter. En dan zou je kunnen zeggen dat het weer naar buiten... Ja, vervolgens kom je weer tevoorschijn als het ware, maar het is allemaal veranderd. En dan zijn er twee extreme perspectieven op. Ik ben niets is de ene en ik ben alles is de andere. Die wat mij betreft niet hoger of lager zijn, maar gewoon twee andere kanten van de beweging. Een idealiter, dat is prettig. Zijn die er allebei, die mogelijkheden, en dan ga je merken dat die shiften. Dus soms ligt de nadruk op het ik ben alles. Dus naar buiten toe, zou ik maar zeggen, hele manifestatie is what I am, of in ieder geval niet afgescheiden van mij, of ben ik ook. Dus dan is die, laten we zeggen, externe herkenningen, die neemt dan de overhand. En op het andere moment dan gaat het juist helemaal naar binnen. En dan weet je, ik ben helemaal niets. En die zijn allebei even waar en onomstotelijk, hoe tegengesteld ze voor het denken ook lijken. Nou, wat is het nodig om, nou, dat is verkeerd uitgedrukt, maar eigenlijk bereid te zijn alles af te geven? Yes. Of anders gezegd, bereid te zijn te erkennen en herkennen dat er niks van jou is. En dat er niks af te geven valt. Voilà, want daar zit al de premisse in dat jij iets zou hebben. Daarom roep ik vaker wel eens dat in mijn beleving alles in bruikleen is. Inclusief dit ding, om mee te beginnen. Het is in bruikleen, it's not mine. Weet je wel, en het is tijdelijk. En mijn gitaar is in bruikleen, en mijn huis, en mijn werk, en whatever. De paar vermogens die er zijn. Het is allemaal in bruikleen. Ja, en dan houdt het op natuurlijk, want dan is alles goed. Yes, en dan kan er zelfs een gevoel van dankbaarheid zijn voor het in bruikleen hebben van een paar dingetjes. En voor een paar faculties die werken, zodat je kan waarnemen of de wind op je huid kan voelen. Of, ja. Dat is nice, dat je iets uit kan drukken. Ja, ik heb opgemerkt dat geheel spannend vindt en dat daar ook dat daar
als capituleren. Yes. Dat is goed gesproken, dat zeg ik wel eens. Overgave is de capitulatie van het ego. Dus dat klinkt als een heel mooi woord, maar het is quite terrible vanuit het ego-perspectief. Ja. En dat doen we dus meestal pas als we met de rug tegen de muur, mes op de keel en een pistool op het hoofd staan. Terwijl mensen denken in de spirituele context, oh, ik ga me zitten overgeven. Doe maar. Weet je wel, you don't know what you're talking about. Dan moet je meestal eigenlijk uit handen gerukt worden bijna. Op een enkeling na, hè. Er zijn er ook die daar wel kunnen. Maar... Ik merk ook op dat dat meteen ook gevolgd wordt door, ja, door levenskracht. Yes, of course. Dus als we al de verplaatsing zouden kunnen maken van ik ben een iemand die mijn hachje moet redden, naar ik ben levenskracht, dan is het al meteen een ander verhaal. Want die levenskracht die leeft, die heeft een x hoeveelheid dagen, zal ik maar zeggen, om te gorgelen en klotsen enzovoorts. En die levenskracht maakt het geen zak uit waar die woont of wie zijn vrienden zijn of dat hij die überhaupt heeft. Of veel of weinig geld of maatschappelijk aanzien. Nee, die levenskracht die leeft. Ongeacht wat. Weet je wel, zolang er maar voer is. Meer is er niet nodig. Free to go. Ja, of course. En die vrijheid die is er dus al. Dat is wat we de hele tijd doen en vergeten. Van die vrijheid die is gewoon gegeven. Maar die geven we uit handen om aardig gevonden te worden, om erbij te horen, om ons veilig te stellen en al dat soort dingen. En dat is op zich niet zo erg, maar we doen dat gewoon onbewust. Dus we piss it away, unknowingly. En dan op een gegeven moment dan komen we erachter, maar dan hebben we al zo'n gevangenis gebouwd, die we dan gebouwd hebben uit allerlei sociale whatever. Weet je wel, een economische whatever. Ja, als je daar dan achter komt en je hebt zo'n hele constructie en je bent er helemaal mee verkleefd geraakt, ga dan maar eens opgeven dan. Ja, voordat je het weet, voel je je schuldig natuurlijk. Ook dat, natuurlijk, want dat is een van de manieren van de sociale interacties, om op je schuld en schaamte in te praten. You should be like this. Een man, vrouw, moeder, zoon, dochter, whatever, zou niet... Nee, lijsten aan voorschriften, ga daar maar eens tegen in. En die heb je van kinds af aan meegekregen, dus die zitten diep. Kun je een voorschot nemen op die twijfeloosheid dan? Nee. Het begint meestal met dat je iets tegenkomt, bijvoorbeeld zo'n boekje. Maar dan moet er al een zoekbeweging zijn natuurlijk. Waarin je erop gewezen wordt dat er een andere mogelijkheid is. Nou, de ene schrikt dat af en de andere die heeft zoiets van, oh wow, dit is interesting. En dan gaan we er voorzichtig mee spelen, want iets in ons heeft meestal wel in de gaten. Het is maar een heel lullig stapeltje papier, maar er zit een kernbom in. Weet je wel, en dat weten we. En dus meestal gaan we voorzichtig proberen dat naar binnen te laten en maar hopen we ondertussen dat het ons leven niet te veel overhoop gooit. Ja, je voelt dat de vrijblijvendheid een beetje ervan afgaat. Ja. En het wil niet per se zeggen dat we alles kwijtraken of op moeten geven enzovoorts, maar idealiter hebben we die bereidheid wel. Maar alles is best veel en behelst altijd meer dan we aanvankelijk denken. Ja, want als iemand gewoon er is op een middagje met een goed glas wijn over zit na te denken van nou, zou ik mijn gehechtheden willen loslaten? Ach ja joh, tuurlijk. Nou, en dan komt er eentje met een machete en die pakt je kind en die zegt van, really? Nee, ik denk dat er dan toch een paar primaire reacties op komen. Of van dan raak je je vrienden kwijt, niemand moet je meer of zo, weet je wel. Ja. Zo op de vierkante centimeter kun je dat natuurlijk niet één voor één wegstrepen ook, hè? Nee, sure. Het is alles in één keer. Ja, maar meestal gaat dat dus zo niet. Dus langzaam begint dat vuur, innerlijke vuur zal ik maar zeggen, wat sterker te branden. En dan gaat die bereidheid, of waar het net al over ging, toen Ans dat zei over moed, weet je wel. Dus die onbevreesdheid die begint een beetje naar binnen te stromen. En dan beginnen we dapperder te worden.
En dan gaan we dingen wel aankijken of confrontaties wel aan. Dan gaan we ophouden met voor dingen weglopen en dan begint er een veranderingsproces van binnenuit. Ja, idealiter, zoals ik al straks zei, krijgen we daar op een gegeven moment ook lol in. Want het is niet alleen maar horror, het is ook tof. Ja. Een soort vliegwiel, hè? Yes. En op een gegeven moment, als het goed gaat, dan wordt dat gewoon unstoppable. Alright. Okay. Yeah, you too. Hieruit volgend, het ik is een droom. En je zei net een constructie. Ja. Dus je zou kunnen zeggen een constructie van alle aannames en overtuigingen en... Nou, vul maar in. Mm-hmm. Dus een droom is een droom. Dus ik is een droom. Yes. En we vergeten, als we dus in die droom zitten, dan vergeten we dat wat we werkelijk zijn. Sure. En als we dus in die ik-droom zitten, dan zitten we daar dus helemaal in. Meestal. Maar, ja. Maar tegelijkertijd is er ook dat gewaarzijn, dat ziet, die ik bezig. En zo net, waar bouw je op? Waar bouw je werkelijk op? Waar bouw je werkelijk op? Ja, waar bouw je werkelijk op? Je kunt alleen maar zijn die je bent. Yes, of course. En als we al iets willen bouwen, komt er dan hierop, dan moeten we beseffen dat we altijd luchtkastelen bouwen, gemaakt uit drijfzand. Ja, vooral luchtkastelen en drijfzand. Ja, en dat kan dus. Maar je moet er constant energie in blijven stoppen om die illusies in stand te houden. Als je dat leuk vindt, be my guest. It's fine. Maar ze hebben allemaal de inherente neiging om uiteen te vallen. Ja. En als je dat weet, dan kun je gewoon lekker bouwen, gewoon als entertainment. Weet je wel, dat is gewoon leuk. Dan hoef je ook niet druk te maken over wat er dus aan luchtkastelen wordt gebouwd. Nee, exact. En degene die dat weet, die tovert gewoon een luchtkastel tevoorschijn. Prima, geniet ervan zolang het stand houdt. En op het moment dat het weer instort, aandacht ergens anders zijn, is fine. Ja. Degene die denkt dat dat allemaal echt is, die gaat heel dramatische dingen meemaken op het moment dat er eentje onderuit gaat. En they will. Het maakt dan niks uit. Nee, exact. En dan gaat het zoals het gaat, dan is het zoals het is, het is, het is. Ja, mooi. Ja. Could be worse. En wat ik de laatste tijd opmerk bij mezelf, is dat kijk, ik besef al lang dat ik mijn lichaam niet ben en mijn gedachten niet ben. Alleen kon ik er eerst niks mee. En nu ontstaat er langzaam wat meer zachtheid. Dan is mijn lichaam niet zo gespannen. En dan voelt het warm, maar dat zijn nu kleine momentjes. Het was eerst alleen maar net of mijn hele lichaam helemaal verstijfd was. En nu ja, merk ik dat ook, maar het is niet iets wat ik doe. Maar ineens is daar die zachtheid dan. Dat kan ook op het volgende moment ineens weer weg zijn. Maar wat maakt dat uit als je weet dat je je lichaam niet bent? Ik heb als ik dat in die verstijving, verkramping zit, dan heb ik het gevoel dat ik val. Dat ik maar blijf vallen. Wie? Wat? Ja, mijn gevoel. Ja, maar dat is toch vanuit dat lichaam? Ja. Dus
de uitnodiging is proberen dichter bij dat besef of gevoel van ik ben het, niet het lichaam te komen. Want vallen kan alleen vanuit een lichamelijk standpunt. Dus we kunnen proberen dingen in het lichaam te veranderen en soms moet dat ook om beweging te krijgen, dus that's fine. Maar een stap dieper is het inzicht, ik ben het lichaam niet en dan doet het er eigenlijk helemaal niet meer toe hoe dat lichaam zich voelt. Nee, dat ik vannacht, ik kon niet slapen. En toen dacht ik, ja, als nu al mijn gedachten, als ik het allemaal niet meer serieus neem, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Voilà. Maar mijn brein gaat de hele tijd in, dat is wel een probleem. Ja, maar dat is dus weer vanuit het lichaamstandpunt. Ja. Dus zelfs als we zeggen, ik heb slecht geslapen, dan hebben we het over dat lichaam. En dan doen we dus net alsof we dat lichaam zijn. Maar dat wat ik ben, slaapt helemaal niet. Dus dat ding kan slapen of wakker zijn of energiek zijn of moe zijn of al dat soort dingen. Maar feitelijk zijn het alleen maar waarnemingen. So, I don't care. Er wordt wel opgemerkt dat als dat ding weinig geslapen heeft of dat soort dingen, dat hij dan wat minder fit rondrommelt. Maar vanuit gewaarzijn gezien maakt het geen ruk uit. Dus ik trek me daar niet zoveel van aan. Ja, en daar probeer ik nu meer ruimte in te krijgen voor je te onderdelen, ja, ja, te kijken. Ja, maar nogmaals, het moet net van de andere kant komen, want dit is te veel nog, naar mijn idee, proberen ruimte in die lichamelijke beleving te krijgen. Maar die ontstaat als bijproduct op het moment dat ik uitzoom. Dus hoe minder ik verkleefd ben met die body-mind, hoe beter op zijn gemak die zich voelt. Terwijl wij hebben de neiging dat als de body-mind zich niet op zijn gemak voelt, om van alles met die body-mind te gaan willen uithalen, zodat hij zich op zijn gemak gaat voelen. Waarmee we het probleem alleen maar groter maken. Terwijl als ik opmerk dat ik als gewaarzijn geen enkele hinder heb van de toestand van die body-mind, dan ontspant het meteen. Want dan is die body-mind minder belangrijk, die hoeft dan niet alles meer te regelen. We overvragen vanuit de ik-modus, die body-mind nogal. Ja, dat ga je. En dan merken we soms als we wat uitzoomen of stil worden of hoe je dat wil zeggen, dat er inderdaad meteen ontspanning in dat ding komt. Want ineens hoeft hij niet meer al die door het ego verzonnen 100 taken te vervullen en aan al die dingen waar we aan denken te moeten voldoen, te voldoen. Nee, ik probeer het te begrijpen, want het ontstaat soms ineens. En dan wil ik proberen er een techniekje van te maken. Hé, ik deed het zo, wat deed ik nu precies? Ja. Dus dan ga ik zoeken. Nee, het beste is om eerst uit te zoomen en dan gewoon rustig te kijken of er een verband te vinden is. Maar als we dat vanuit identificatie doen, gaan we dat niet gauw ontdekken. Nee, ik doe het vanuit de identificatie. Ja, denk ik. Weet je wel, en dan doen we dus erg ons best, maar net aan de verkeerde kant van de streep. Ik moet eerst ontkoppelen als het ware, en dan kan ik veel beter zien van, oh ja, natuurlijk. Als zo'n organisme dit en dat doet, dan is bijna voorspelbaar dat dat en dat het resultaat is. Maar als ik er middenin zit, kan ik dat heel moeilijk zien. Ja. Nee, je kan het wel nog meer, denk ik. Oké, thanks. Vanmorgen kwamen opeens de woorden van de ander of iets altijd voorop stellen. Dat is denk ik de kern van de zaak. En eigenlijk heel simpel. Als ik wil dat er iets verandert, dan moet persoontje Paula daar wat mee doen. Een andere kijk, een andere blik, een andere. Want er zit inderdaad heel veel automatische piloot. Oh ja. Kwam ik vanmorgen achter, ik dacht, verdomd, ik ben hier geweest, dit is precies wat Hans bedoelde te zeggen, want ik ging in mijn oude ritme.
Maar dan stoppen en nadenken, of nadenken, maar gewoon kijken van. En dan opeens zien van, oh ja, dat doe ik dus. Yes. Maar dat kan ik dus ook anders doen. En dat begint dus met die herkenning. Ik moet eerst zien wat ik doe, ja, voordat er een draai in kan komen. En als ik het heel goed zie, komt vaak de draai al vanzelf. Nou, wat heel grappig was, na Arno, ik weet niet wat ik gedaan heb thuis. Ik heb iets, waarschijnlijk iets gezegd. Ik dacht van, nou, laat ik dat zo laten, want ik kan daar wel commentaar op hebben. Maar dan blijf ik, blijf ik daarin. Dat is eigenlijk heel gemeen. Dat vond ik niet zo'n leuke ontdekking. Maar goed. Dus zo. Cool. Ik was er blij mee. Ja. Ik kan het zullen nog steeds, maar. Sure. Het is ook een versterkend iets. Dus als we onze sociale afhankelijkheid, zal ik maar zeggen, echt gaan ontdekken, dan zien we dat het overal in zit. Dus het is goed om daar even tijd voor te nemen, om dat helemaal tot je te nemen en laten door te dringen, zodat er een natuurlijker balans kan ontstaan. Ik was ook niet van plan om dat allemaal heel rigoureus te gaan doen. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. En die verandering komt idealiter gewoon van binnenuit. En dan gaan we merken dat we niet meer overal achteraan lopen wat anderen willen of doen, of dat we eens af en toe nee gaan zeggen. En dat kan enige verrassing oproepen. Ja, ja. En dan wennen ze dan maar aan. Kan ook leuk zijn. Ja, zeker. Ja, tof. Dank je. Ik ga het toch nog even doen, met dankbaarheid uitspreken. Oké. Okay. Dankbaar voor jou, voor alle woorden, ja, ik weet dat het, maar voor alle woorden, voor, nou ja, het e-mailverkeer, alle dingen, voor de mensen hier allemaal, jullie allemaal. Het is me gewoon zo dierbaar, gewoon hier zijn, zitten, horen, ja, allemaal, niet voor het organiseren. Ik moest net toen de techniek het niet deed, moest ik denken, de techniek staat voor niets. Ja, dank jullie wel. Deel van. Ik weet dat het uit elkaar gaat vallen, maar het is goed zoals het is. Dank je wel. Dank je wel, Leni. Ja, ik sta hier eigenlijk om, ja, angst, onrust. Onder, een angst van onrust om er over te komen. Die treedt op als er ergens belang aan gehecht wordt. Volgens mij heb ik vandaag eerder begrepen dat het niet om het belang gaat, maar om de onrust. Ik kwam vanochtend werd ik wakker met die onrust van een. Ja, de gedachte ook van die over het belang ging. Belang hecht aan, zitten daar niveaus in. Maar het gaat niet om het belang hecht aan, denk ik in dit geval. Maar om die onrust. Kun je daar iets over zeggen? Nou, vaak hebben belangen te maken, nee, anders. Dingen waar we naar verlangen, die hebben vaak een tegendeel. Datgene namelijk wat we proberen te voorkomen en dus bang voor zijn. Dus onze belangen die zijn er vaak op gestoeld om de onrust weg te houden. En dus zetten we ons in voor dit of dat of zus of zo. Zodat we niet in aanraking met angst en chaos en het onderliggende gebeuren wat ik wel eens de afgrond noem. Dus die belangen hebben te maken om bij die afgrond en die notie daarvan bij uit de buurt te blijven. Dus kunnen we inderdaad gaan kijken naar een belang. En daar is niks tegen. Maar inderdaad, daaronder zit gewoon een gevoel van vrees of onveiligheid. Of. Dus wat ik al eerder zei, van iemand die niet bang is, die heeft weinig houvast nodig. Of eigenlijk niet.
iemand die wel bang is, die moet heel veel dingen in de lucht houden om maar bij die angst uit de buurt te blijven. Dan kan die de aandacht blijven richten op dat belangenveld of dat belangenspel. En zolang dat goed gaat, dan zal die zich zelfverzekerd voelen en dat soort dingen. En zodra er iets begint te rammelen of in te storten, ja, dan komt het spook tevoorschijn. Nou, handiger is als we een draai willen maken om dan maar meteen dat spook in de muil te kijken. Ja, en dat spook heeft ook een soort sense of adventure, hè? Is het? Het is niet alleen maar eng, er zit ook een soort, it's very much alive. Oh ja. Iedere keer heen en weer, hè, gaat het. Ja, yes, want de chaos is ook de bron van creativiteit. Maar het is ook scary, want het heeft de neiging om verouderde structuren onderuit te halen. En die of te dwingen te transformeren in iets nieuws, wat dan ook weer tijdelijk stand houdt, obviously. Of het gewoon te vernietigen. Ja. Dat verlangen, dat we totaal willen verdwijnen of zo, of hoe dat worden, schieten dan tekort. Maar en de angsten die opkomen gaan alleen maar over deze figuur. Ja, en dus de poging tot instandhouding ervan. En voelen dat die instandhouding eigenlijk constant bedreigd wordt. Wat zo is. Dat is a fact of life. Alles duwt de hele tijd tegen ons aan. Ja, maar ik heb toch ook een aantal keer, als dat dan anders was... gezien dat het helemaal, dit is gewoon helemaal niet iets anders. Ik bedoel, alleen het perspectief is anders. Nee, ik bedoel daarmee van zo'n organisme is een tijdelijk ding, wat zoals ik al zei, aan entropie of verval onderhevig is. Dat is gewoon een feit. Ieder georganiseerd systeem valt op een gegeven moment uit elkaar. Nou, als ik me dus totaal identificeer met die body-mind, dan ben ik constant in gevaar. Als ik kijk vanuit dat perspectief, weet ik dat dat organisme een tijdelijke aangelegenheid is, dus een zandkasteel, maar is die vrees er niet. Dus op het niveau van volwassenwording is het handig om het monster in de muil te kijken, zodat ik door begin te krijgen van wat ik eigenlijk probeer af te wenden en te bezweren met al mijn activiteiten. Daar kan ik van opgroeien en een reëler mens worden. Vanuit de andere kant kan ik zien dat dat wat bedreigd wordt, het is allemaal over there. It's not me. Dus er zitten twee kansen in zelfconfrontatie. Volwassenwording en de mogelijkheid van shift. Het afleggen van al die dingen die je op te houden hebt. Wat voor de dingen dan? Mm-hmm. Dat bedoel je met volwassenwording? Ja, nou, het is nog niet eens per se van dat we daarmee hoeven stoppen, maar dat we het in een ander licht zien. Dat we weten waar het toe dient. Ik bedoel, ik zie dit ding ook gewoon, hij eet en al dat soort dingen, weet je wel. En waar is dat voor? Om het biologisch organisme voor te zetten. Want op het moment dat je stopt met eten en drinken, ga je dood. Dus het overlevingsmechanisme functioneert. Maar tegelijkertijd is het besef dat alles tijdelijk is, gewoon levendig aanwezig. Weet je wel, vandaar dat ik er straks al zei, er is zelden verrassing als iets instort of omvalt of eindigt of sterft of whatever. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En niet vanuit een, ja dat weet iedereen wel, ik ervaar dat gewoon heel erg right now. Het zit heel erg in die hier of nu beleving, het besef van eindigheid van alles. En dat is not scary. Dat is juist, ik zou bijna zeggen, aardend. Of reëel. Ja,
En dan kan je dus zien van dat je organisme, waar je dan naar zit te kijken, probeert dit overeind te houden of dat overeind te houden, zolang daar energie genoeg voor is. Maar er wordt al geweten, op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dan is dat geen drama. Terwijl als ik denk dat ik alles altijd voor mekaar zal blijven krijgen, dan gaan we klappen krijgen. Ja, vanuit dat perspectief is het, maakt buikpijn. Ach, jongen toch. Ja. Hoe komt dat nou? Er is een aantal keer iets gezegd over bijvoorbeeld hiërarchie. En, nou, één keer maar hoor. Oh, dat geeft niet. Why? Nou ja, verstandelijk kom ik weer op het, maar dat is misschien te snel geantwoord, op de controle uit. Het verlies aan controle. Maar... Ik weet niet helemaal of dat zo is. Hiërarchieën zijn hele interessante dingen. En wat er vaak gebeurt is dat hiërarchie verward wordt met een soort terroristische structuur. Maar dat is gewoon nonsens. Hier is ook een hiërarchie. Nick is de organisator, ik ben de voorzitter, zou ik maar zeggen. En jullie zijn de leden van de tijdelijke vereniging. Ik ben de baas uiteindelijk. Maar ik geloof niet dat ik hier mensen loop te onderdrukken of in de weg zit. Nee. En zelfs al zou ik dat doen, is dat altijd in overeenstemming met de groep en de thematiek die hier speelt enzovoorts. Dus we moeten af van het idee dat een hiërarchie een onderdrukkend iets is per se. Dat kan het worden. Stalinisme, dat had een despotische hiërarchische structuur. Nou, als je een gezin neemt bijvoorbeeld, overal waar je 10 man bij elkaar zet, nee, sterker. Zelfs waar je er 2 bij elkaar zet, ontstaat er een dominantiehiërarchie. Automatisch. De ene is extraverter dan de ander. De ene is beter in dit dan de ander. Dus de hele aversie tegen hiërarchieën, daar begrijp ik gewoon helemaal niks van. Alles in de natuur, zeker sociale dieren, organiseren zich hiërarchisch. En meestal over meerdere prestatievelden. Dus iemand is een sporter, daar heeft hij een bepaalde positie. Hij is een werknemer, daar heeft hij een positie. Hij zit in een familie, daar heeft hij een bepaalde positie. Dus alle mensen zitten constant ingedeeld, zodra ze bij elkaar komen, in een dominantiehiërarchie. Dat is gewoon hoe het is, dus I don't see the problem. Denk je dat het inderdaad meer neigt naar
waar het mij gaat om de druk is. Ja, dat kan soms voorkomen en dat is onplezierig. En te veel zware macht krijgt daardoor. Ja, right. En dan is het leuk om te kijken naar die hele structuur, die hele piramide die daar is, waardoor dus door de hele piramide wordt toegestaan dat er te grote machtsconcentratie is of dat er een boelie rondloopt. Alle leden van die piramide zijn daar schuldig aan. Niet alleen de tiran. Want als de rest niet meer meedoet, heeft de tiran niks te zeggen. Dus wat er heel vaak gebeurt in organisaties waar een zieke leider optreedt, is dat ze allemaal wijzen naar hem. Maar ze zijn medeplichtig, allemaal. Ze hadden ook allemaal weg kunnen lopen of nee zeggen. Of go fuck yourself. Maar we vinden het uiteraard prettiger om dan te wijzen naar die ene. Maar zonder al die anderen kan die niks doen. Ja, het gaat ook niet om het wijzen naar die ene. Maar wat mij dan wel aan het hart gaat, waar ik buikpijn van krijg, is het moment dat je ziet dat met name een organisatie dat daar in heel veel de autonomie verloren wordt, zeg maar. Ja, en dan die buikpijn is misschien een oproep om daar iets aan te doen. Ja, ongetwijfeld. Nee, dat zeg ik ook niet, maar daarin ook weer kunnen we de dingen vanuit een zeer geïdentificeerd of vanuit een losser perspectief benaderen. Ik zou de neiging hebben om gewoon daar te kijken en te proberen wat ik kan en verder niet te veel hechten aan het resultaat, maar ik zou niet mijn mond houden. Nee. Ik zou ook niet meespelen. Dat zou ik zeker niet doen. En ik zou het dus zien. Want dat is alles namelijk als een toneelstukje. Toneelstukje. Het is allemaal een toneelstuk. Maar goed, in het geval van die verkramping, dan is dat dus te... Yes, je neemt jezelf en je positie en wat daar gebeurt te serieus. En dan kun je er niet meer mee spelen. Nee. Weet je wel? En dan zit je dus ingekaderd in die structuur. Dan ben je al gevangen in die structuur. Dus dit zijn gewone veel voorkomende uitdagingen die er zijn in tal van organisaties of structuren. En de spiritual warrior die zal dat gewoon gebruiken om te kijken, oké, wat kan ik met dit speelveld? Het is een speelveld. Weet je wel, ik ben daar niet echt afhankelijk van. Maar als ik bijvoorbeeld heel bang ben om mijn baantje kwijt te raken, ja, dan ben ik al een slaaf. Dan kan ik eigenlijk al niks meer. Maar als ik de bereidheid heb van, nou, als het puntje bepaald zich komt, dan zeg ik gewoon adios. Weet je wel, dan heb ik de ruimte om gewoon te kijken wat ik hieraan kan doen. En kijken of ik wat anderen dapper genoeg krijg van, ja, jullie zitten waarschijnlijk allemaal achter zijn rug om te ouwe horen en te klagen, maar je doet niks en je houdt je bek, you fucking cowards. Het enige wat er nog bij opkwam was, je zegt van, ja, de ene is ook meer extravert dan de ander. Ja, bijvoorbeeld. Ik neig mezelf woord ambivert te noemen. Ik weet niet of je wat met iets hebt, maar... en dat maakt het dan ook wat lastiger, zeg maar, in de zin van dat je wat sensitiever bent in bepaalde, nou ja, lastigere situaties. Hè. Iemand die heel extravert is, die zal het vrij makkelijk naast neerleggen. Nou ja, dat doet deze persoon dus niet. Dus ja, dat maakt ook wel dat je dan heel goed moet kijken van ja, dat wat je aan het doen bent en die functie, klopt het? Kan ik dit blijven doen? Moet ik dit blijven doen? Sure. En dus dat stukje van, zijn er niet dingen die, waarvan ik weet dat die gezegd moeten worden? Want te veel mensen zeggen dingen niet die wel gezegd moeten worden en houden daarmee ongezonde structuren in stand. It's not good. Yeah, you're welcome.
tijd. Ik dank jullie hartelijk. En, als we geluk hebben, dan gaan we volgend jaar wel weer wat dingen organiseren. All right. Thank you. And drive safe.